Toon Leemans, directeur van Gallery Donkersloot. Deze gallery draagt de naam van de kunstenaar Peter Donkersloot. Helaas is hij net vertrokken. Wie is Peter Donkersloot? Ja, Peter Donkersloot is een begenadigd kunstenaar. Het is een portretschilder. Het is iemand die bepaalde idolen heeft. Een van die idolen is inderdaad de expositie die we op dit moment hier hebben, namelijk Marlon Brando. Maar hij is ook een liefhebber van de Rolling Stones. Hij heeft een voorliefde voor het schilderen van landschappen. Maar ook portretten van families met name. Het is dus eigenlijk een kunstenaar die erg precies en nauwkeurig kan weergeven. Een bepaald beeld of een bepaalde sfeer. En we zijn erg blij dat we Peter hier hebben. Bij ons in de galerie Donkersloot. En de galerie is vernoemd naar Peter omdat hij natuurlijk ook onze permanente kunstenaar is, heeft een belang in de galerie en wij zorgen ervoor dat Peter op een bepaald niveau hier kan acteren en alle vrijheid en ruimte krijgt om zijn creatieve ideeën naar voren te brengen. Komt het eigenlijk vaker voor dat kunstenaars tegenwoordig zowel kunstenaar zijn als zakelijke belangen hebben in iets als een galerie? Nou, ik denk dat het steeds vaker gaat voorkomen. Het is zo dat over het algemeen zijn twee verschillende werelden, omdat kunstenaars nou niet al te sterk tegen de boekhouding zijn. Ik kan zeggen dat het terug te vinden is. Peter overlegt altijd met alle mensen die een belang hebben in de galerie wat hij graag wil. Het is zijn visie en wij volgen hem daar heel nauwgezet in. En alles wat met PR en marketing te maken heeft, dat loopt ook via Peter. Het hele echte boekhoudkundige en technische gedeelte wordt eigenlijk door andere mensen gedaan. Dat is ook prima, want dan kan hij zich mooi concentreren op datgene wat hij goed op is. Dat is namelijk het schilderen. Is Donkersloot verbonden aan een bepaalde stroming of groepering in de beeldende kunst? Nou, eigenlijk niet. Hij is natuurlijk een echte portretschilder, maar wie weet hopen we dat Donkersloot een eigen stroom wordt. Net als Corneille het was in feite. En daar zijn we hard aan het werken. Dus wat dat betreft horen jullie nog van ons. Marlon Brando, all over the place deze week in Gallery Donkersloot. Brando is wat men dan noemt een icoon. Is dat tegenwoordig een bepaalde tendens? We zien hier ook Keith Richard hangen en John Wayne. Is dat een bepaalde teneur in de kunst om iconen uit te beelden of zit er iets anders achter? Nou, ik denk dat wij ook een beetje trendzettend zijn natuurlijk hier in de PC. Dus het kan inderdaad een tendens zijn. Maar wat daarbij speelt is dat Peter natuurlijk een bepaalde voorliefde heeft voor bepaalde idolen en Marlon Brando, dat heeft hij eigenlijk gekozen omdat hij Last Tango in Paris, de film van Marlon Brando, eigenlijk de beste film vindt die er ooit gemaakt is. Plus dat hij vindt dat Marlon Brando zowel innerlijk als uiterlijk natuurlijk een prachtig sterk figuur is. Wat het innerlijk betreft, sterk karakter, sterke kop, eigen charisma, ging zijn eigen gang. Uiterlijk is het heel duidelijk, hij heeft een heel sterke kop, mooie kop ook natuurlijk. Maar met name het idee dat hij eigenlijk altijd wars is geweest van alles wat er in Hollywood plaatsvond, dat vond hij wel erg sterk. Zo is het voorgekomen dat hij op een gegeven moment voor The Godfather, ook erg bekend natuurlijk, een werk uit 1972, dat hij een Oscar kreeg voor The Godfather en die heeft hij ontvangst laten nemen door een Indiaan. En dat was eigenlijk toch een beetje een soort kritiek op alles wat Hollywood met zich meebracht. De Indianen werden altijd een beetje kneuterig afgeschilderd en een beetje lullige poses. En hij vond het heel sterk dat Brando op die manier eigenlijk duidelijk maakte van dat dat zo niet langer kon in feite. Als ik naar de schilderijen van Brando kijk, die vind ik eigenlijk vrij klassiek. Het zijn duidelijke afbeeldingen, je herkent Brando duidelijk. Ik zie ook een aantal schilderijen hangen die bijvoorbeeld hele klassieke lijsten hebben. Is dat ook een bepaalde terugkeer naar het figuratieve en duidelijk uitbeeldende?
Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar het is met name toch ook het idee van Peter wat hij heeft als hij een bepaald werk heeft. Hij heeft natuurlijk, we hebben hier schilderijen, we hebben zeefdrukken, maar we hebben ook monoprint. Hier bijvoorbeeld naast ons hebben we een monoprint en dat is een gemengde techniek op linnen. Waar Peter een onderschildering heeft aangebracht. Dan komt er een print van Brando. Daarna weer opnieuw een schildering door Peter. Een extra laag aangebracht die ook gewoon zelf signeert. En hij vindt dat dat ook in de klassieke lijst hoort. En wij volgen een beetje zijn beeld daarin. Dus het is met name een beetje het idee van Peter zelf. Hier beneden hangen een paar werken van Steve Kaufman. Daar zien we Marilyn Monroe, Beethoven zag ik, Einstein. Weer iconen. Ja, ik moet je toch een beetje gelijk hebben, geloof ik. Even terugkomt op je vorige vraag. Het is zo dat Steve Kaufman is iemand waar we later in het jaar nog wat mee gaan doen. Dan komt hij ook zelf hier. Het is een eerste pilot, het is een eerste try-out in feite. En we wachten een beetje de kritieken af. En ja, zoals je kunt zien aan het werk, het is ergens ook een beetje vernieuwend. Het zijn bekende figuren, ook uit Hollywood. En ik vind dat hij op een hele aparte manier met hele speciale verf heel nauwgezet heeft uitgebeeld. De lijn Steve Kaufman, Andy Warhol lijkt me heel erg voor de hand liggend. Ja, zover ik weet is het ook een assistent geweest van Andy Warhol. En met goedvinden van Andy Warhol gaat hij een beetje door, of borduurt hij een beetje voort op het werk van Andy Warhol. En dat is een hele treffende en duidelijke gelijkenis, absoluut. Dus liefhebbers van Andy Warhol, die moeten absoluut een kijkje komen nemen, want het is helemaal in die lijn, dat klopt. Ja. Wat is het Hof van Heden? Nou, dat is het hedendaagse Hof van Ede, om het zo maar eens te zeggen. Het is een hele grappige bijeenkomst, volgende week zaterdag om 8 uur. En wie komen er? Ja, het zijn natuurlijk de voormalige After Natures schilders, zoals Jurien van Hal, Peter Klashorst. Dan heb je nog Ernst Vos, die gaan schilderen. En er wordt van alles gedaan eigenlijk. Er wordt gedanst, er wordt geschreven, er wordt gelachen, er wordt gebemind. Alles komt erbij. Je kunt lekker eten voor een leuk bedrag. En iedereen die een beetje feeling heeft voor kunst en een warm hart toedraagt, die komt een kijkje nemen. En het leuke is dat er ook nog een band speelt. Dat is de band waarin Peter Klashorst zelf zit. Dat is Soviet Sex. En het een en ander moet een gezellig gebeuren zijn op kunstgebied. In Gallery Donkersloot, volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag om 8 uur. En wie weet krijgt dit idee nog wel een vervolg. Omdat ik het idee heb dat ook binnen afzienbare tijd er misschien ook een kunst-eetcafé wellicht zal komen. Met een heleboel verschillende mensen die daar een belang aan hebben. Die echt passie hebben voor de kunst. Ik kan daar niet te veel over vertellen. Ik weet wel dat het speelt. En dat is alleen maar leuk. Want er komt steeds meer kunst wat dat betreft in Amsterdam. En zo wordt het ook. Want Amsterdam en kunst, dat zijn twee dingen die bij elkaar horen. Ellen, jij komt hier bij Gallery Donkersloot binnenlopen met een vraag. Wat was je vraag? Ik wilde graag weten of het mogelijk was of mijn dochtertje geschilderd kon worden door Donkersloot. Ik heb een aantal keren gekeken en ik vond het gewoon heel mooi en de gelijkenis ook wel verbluffend. Dus ik wilde weten of dat mogelijk was. Je wilt je dochter dus laten vereeuwigen door Donkersloot. Maar stel nu dat het resultaatje niet bevalt. Het belangrijkste vind ik dat het dus lijkt. En als het niet lijkt, dan moet ik kijken of we iets anders kunnen overeenkomen. Maar dat is wel het belangrijkste, als het maar lijkt. En er moet wel van alles op staan, zeg maar. Niet al te veel schaduw en dingen. Dus ik heb wel een beetje mijn voorwaarden. Maar als het lijkt, perfect natuurlijk. Dus het moet lijken. Wat vind je eigenlijk mooi aan Donkersloot? Kun je dat omschrijven? Heel eerlijk, eigenlijk de vraag die je stelde. Ik vind dat het vaak verbluffend is, dat het goed lijkt. Ik hou een beetje van zijn stijl met de kleuren die hij gebruikt. Ik vind het mooi, ik weet niet, ik geloof dat hij op hout schildert of iets, maar dat vind ik een heel mooi effect. Qua lijstwerk goed, dus het viel me gewoon op. Koop je vaker schilderijen? Ik ben zelf nogal creatief en ik schilder veel. Dus vandaar dat ik wel geïnteresseerd was. En ik hou er gewoon van als je ziet wat het is. Heb je, het belangrijkste. Heb je al vaker een kunstenaar opdracht gegeven om iemand uit je omgeving te schilderen? Nooit, nee. Maar ik vond mijn dochtertje in die zin wel zo speciaal. Dat dan mag er best wel en wat duurder zijn. En dan zoek ik wel helemaal goed uit. Het is ook je eerste kind? Ja. Dankjewel. Ja.